Welkom bij deze instructievideo van Scorion. In deze video wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen in het digitaal portfolio en wordt de opbouw van het digitaal portfolio besproken. Het digitaal portfolio kent in hoofdlijnen drie functies. Ten eerste het invullen of laten invullen van formulieren zoals dagevaluaties, verslagen en beoordelingen. En ten tweede het bekijken van uw resultaten en het volgen van uw voortgang. En ten derde het uploaden van documenten in uw persoonlijke omgeving. Het digitale portfolio is voor u als student te benaderen, maar de praktijkopleiders en opleiders kunnen er ook ten alle tijde in kijken. We zullen nu laten zien hoe u kunt inloggen in het digitaal portfolio. Ga naar de website scorion3.parantium.nl. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in, zoals u die per e-mail heeft ontvangen. Klik op inloggen. U bent op de startpagina. Om het rechterscherm met uw gegevens en kalender te verbergen, klikt u dubbel op de linkerlijn van dit scherm. Op de startpagina is het mogelijk om via deze link suggesties voor verbetering voor te stellen. Let op, dit is geen hulplijn voor vragen. Mocht u een vraag of probleem hebben, ga dan naar Extra en klik op Help en Disclaimer. Hier kunt u meer informatie vinden over met wie u contact op kunt nemen. Linksonder vindt u de vier modules. Het portfolio bestaat uit de startpagina, overzichten, formulieren en mijn documenten. U kunt deze modules bereiken door op de juiste pagina te klikken. U kunt altijd op startpagina klikken om terug te keren naar het beginscherm. Om uit te loggen gaat u linksboven naar bestand en klikt u op afsluiten.